dit wat nu gebeurt, kan alleen maar, dus de wijze hoe de regering de zaak draait, kan alleen maar afstevenen op een afgrond, kan alleen maar, kan ons, ja, ergens naar een catastrofe brengen. De werkwijze van repressie, dus de werkwijze van angst kweken onder de bevolking, erger nog, etnische tegenstellingen aanwakkeren en verder voeden, Saranamang, het is zeer en zeer en zeer gevaarlijk. We hebben dus de verantwoordelijkheid en ik hoop dat het tijd wordt voor de regering om te luisteren naar het volk. Als u niet luistert naar het volk, gaat u de verkeerde koers blijven volgen. Het niet beseffen wat de effecten op het dagelijks leven van de mens zijn, van de mens is. U zei het zo even en de hele Surinaamse gemeenschap weet het. Desma epina. Desma epina wreed. Maar als je geen touch hebt met de gemeenschap en je slaat de ingeslagen weg voort, zou dit tot zware consequenties kunnen leiden. Van hieruit doe ik dus een beroep op onze regering, dat zij nou eens een keer gaan luisteren en het beleid gaan ombuigen. Regering, u zult moeten luisteren en u zult het beleid zwaar moeten ombuigen. Het is geen 5 voor 12, het is 5 over 12. U heeft aangegeven van afvalk epina, afvalk no mamoro, maar men zegt u bent de oorzaak van alle ellende waarin het volk is beland op dit moment. Wat zegt u daarop? Ik heb de plaat inderdaad honderden keren gehoord. U bent de oorzaak. Laat me er eens van zeggen. Ik neem aan dat ieder goed luistert en we noemen het vaak Prinsjesdag. Rond 1 september wordt er precies aangegeven wat de stand van zaken is. En vanaf 2010 geef ik precies aan wat de stand van zaken is. En ik denk niet dat iemand kan zeggen dat wij zaken hebben achtergehouden. Het probleem is wanneer je niet weet om te gaan met een staat waarbij de middelen niet bokken voorhanden liggen, dan betekent het dat je heel veel kukkel, ondersteuning naar elkaar en een stuk beleid daarop moest loslaten. Ik bedoel, bijna 90 maanden lopen zaken hard, goed, ondanks dat er geen geld is. En de 91ste maand, dan is het plotseling lijden en last. En u bent de oorzaak. Nou, ik vind het goed bedacht, maar heel goedkoop. Dus ik storm me daar in elk geval niet aan, omdat minimaal 1 keer per jaar krijgt u de verantwoording en weet u wat de stand van zaken is van de financiën van het land. TVK program Imro Nasrulla, door Rotterdam, de Rahinewalahe, de Cloud TV per Savi Bollywood, Pakistani channels, oude Savi Bahotse channels, Savi Haas Surinamka channels, Savi Surinamka news, Joy Haas decoder pe, Loco Milta he. To is per Radio Studio Sangamka program, die aplok Sunsakte he.
Cloud TV ke zariye se Cloud TV jisme sabhi Asian channels hote hain aur beshak Suriname ka aur yani ki Suriname ka sabhi channels hai aur sabhi Bollywood hai sabhi Pakistani mazhabi dharmik channels hai jo log khaas taur se dekhne chahte hain sunne chahte hain radio bhi hote hain jis par Radio Studio Sangam ka program bhi aap sun sakte hain beshak Cloud TV pe Cloud ek ka ke sath K L O U D TV TV Cloud TV se wala nahi balki ka jo hai K L O U D Cloud TV ke zariye se aap Radio Studio Sangam ka program bhi sun sakte hain.